Beeldend kunstenaar en fotograaf Paulus Woei Atsoy, meer bekend als Paul Woei, is gisteren met staatseer teruggelegd in de handen van de Heer. Woei behoorde tot de succesvolle generatie kunstenaars die rond 1960 opkwam, met anderen als Erwin de Vries, Rudy Getrouw en Ruben Karsters. Woei heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Surinaamse kunst. Hij inspireerde generaties kunstenaars om hun eigen identiteit en de realiteit van hun omgeving te uiten in hun werk. Zijn jongste broer, Ombert Woei Atsoy, vertelde dat zijn broer alles heeft bereikt wat hij wilde. Hij vertelde over leuke herinneringen tijdens hun kinderjaren in de maand december. Ik neem u mee toen Paul 8 jaar was, Joza 7 en ik 5. We woonden tegenover Cognitonsang. Het was oudjaar en overal was vuurwerk. Ook wij hadden ons vuurwerk. Het bestond uit een bamboestam van 1 meter, 10 centimeter in doorsnee. Verder ingrediënten waren een fles brandspiritus, een fietspomp en een aansteker. We schoten de ene kraal na de andere en op een gegeven moment ging iets mis en alles vloog in brand. Het gevolg was dat we alle drie met verschroeide haren op ons hoofd zaten. Paul Woei overleed op 18 februari op 85-jarige leeftijd. De uitvaartdienst was in de Sint-Petrus- en Paulus-Basiliek, waarna de crematie in besloten kring plaatsvond.